Hey, wat gaan we hier? Hey. Ga meedoen. Waar jullie? Hey, laat ze maar rust. Je hebt grote beesten. Wat domme. Hey, wat denk jij nou al niet? Jullie stelletje achterbaksen. Eigenlijk vermoord ik nu de verkeerde. Nee, ik ben nu juist degene die als verdediger waren, ben ik nu aan het doden eigenlijk. Dus eigenlijk de verkeerde. Shit. Oh fuck, ik moet echt iets eten. Ja, ik weet het, maar eerst moet ik wel killen. Ja, dat kleintje dan. Zo. Fuck jullie. Zo, en dan jou en dan dat ding eten. Ik weet dat die is dood en dan deze is ook zo dood. En ham. Ja, dus eten. Jam. Oké, dat is goed. Ik denk dat het weer eens even snel tijd wordt om het op te slaan. Voor het geval dat het hier zo weer veilig aan het misloopt. Oké, opslaan terwijl ik lekker aan het eten ben. Jam, jam, jam. Lekker wat rauw vlees. Heerlijk. Oké, spel hervat. Oké, dat is voor de rest goed. Die epicus is nergens meer te bekennen, dus we gaan weer verder. Voor mij ben ik echt heel ver weggelopen van mijn home. Maar misschien dat we gewoon een rondje aarde gaan doen. Of een rondje planeet. En dan, want dit is natuurlijk de aarde niet. Dit is Kingonia, waar we oplopen. En ja, even kijken. We komen hier nog steeds sterke beesten tegen op zich. Ik zoek nog steeds een grote sterke wild. Deze zien op zich best vet uit, maar van die leeuwachtige beesten. Kijk. Het is een beetje vaag, maar het is leeuwachtig. Dus best nice. Best nice gedaan. Hier kun je ook weer van die botten vinden, als je goed zoekt. Oh, pak het. Pak hem. Pak hem nou maar. Juist. Oh, wauw. Hoeven. Echt precies geen waar ik naar zocht. Hoeven. Oké, voor mij is het echt gewoon één continent. Het is niet de hele wereld die ik over kan. Dus. Oké, zo. Ik moet even uitkijken bij dit ras. Gewoon even al hun spullen pakken. En dan, als hun mij aanvallen, val ik hun aan. Anders dan ga ik er zo vandoor. Dat is meestal zo. Als ik hun spullen pak, dan gaan hun aanvallen. Dus dan zie ik ze eigenlijk nog wel voor aan. Maar kijk, we lopen gewoon door hun heen en zo. En dan is het konijnen daar. Oké, we gaan hier door. Jongens, bedankt voor de items. Hey, doei. Heel erg graag bedankt. Oh, hier jongens. Nog meer items. Ah, die mogen we ook al pakken, hè. Jullie, what the fuck, fucking opgezweld hoofd. En die monden. Wauw, scary shit. Oh, was dat er een? Wat? Nee. Darn. Die dingen zijn van mij net zo zeldzaam als epicuses. Dus, ik weet alleen niet meer waar die ene heen is gegaan, man. Oh, fuck. Ruimteschip. Ja, oeh, boven ons hoofd. Oh, snap. Space Invaders, wat? No. Had ik in de vorige keer ook, al last van. What the hell? Oh, hopelijk jat hij dit keer niet ons. Want die jat altijd in één, zo'n alien. Weg, rennen, sprinten, jongens. Een afstandje even toekijken. Dit is, natuurlijk, niet zo heel fijn. Dus, waar zit hij? Waar zit hij ook? Daar komt hij. What the hell? Wauw. Oh fuck. Wow, dat ding waar ik net naast te kijken werd is opgesnoept. Oh fuck. Bij. Nee. Oh. Hij stopt nou echt boven mij ook. Ja, ik weet het jongens. Ik vind het ook eng. I don't wanna know. Wie zijn dit? Weet gaan ze weer weg. Oh mijn god. I don't trust them at all. Waar zitten ze nu? Ik ben ze kwijt. Oh, fuck. Oh, wow. Oh, close. Weg. Nee. Ga nou gewoon weg. Leave me alone. Oh, fuck. Waar ben je? Oh, is weg. Yep. Oh, man. Ik vind dat al zo irritant, hè. Ik wil echt niet dat ze dan een van ons meenemen. Weet je hoe zo irritant dat is? Maar goed. Voor mij kunnen ze jou zelf niet meenemen, maar wel bijvoorbeeld als je hem kan bijvoorbeeld wel worden meegenomen. Omdat het een
In de buurt zit. Oh wauw, hier zitten heel veel grote spullen. Oftewel, een agressief ras. Oh, nog een epicus. What the fuck? Zie dat ding. Halleluja. Wat is dat voor mega ding, man? Een nerd. Oh wauw. Wat een naam. Geniaal. Oh shit, ik wil dat item eigenlijk en dat item en... Oh, daar zit een... Oké, rennen jongens. We worden aangevallen door... En een epicus! Oh nee! Die heeft echt op ons gemunt. Weg! Weg! Nee, dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed hier. Blijf rennen. Kijk niet achterom. Kijk niet achterom. Wat je ook doet. Kijk niet achterom. Kijk niet achterom. Wat doe je? Verstop je tussen de bosjes. Verstop je tussen de bosjes. Oh nee. Hier komen mijn vriend. Oh nee! Nee! Hij heeft een van onze teammates. No! Nee! Oh fuck! Oh fuck! Oh shit, man. Wauw, even ons team is opgegeten. Sprinter. Hey. Wat de hel, waarom? Waarom zie ik hem nog niet meer? Oh fuck. Hey, hij ziet er minder epic uit, maar ik kan. Oh, die gaat snel. Oké, dit kan goed uitpakken. Dat is poseren, hè? Yes, oké, nice. Oh, wat gaat dit lukken? Ah! Nee, waarom nu? Waarom nu? Waarom nu? Waarom nu? Waarom nu? Alsjeblieft, ga weg. Alsjeblieft. Oh. Nee. Zet me neer. Nee. Zet me alsjeblieft neer. Alsjeblieft. Laat me los. Oh, wat? Ze gaan met me gooien. Ik ben vrij. Nog een epic... Oh, fuck. Nu zitten we op het midden in de actie. Oh, alsjeblieft. Jij dan. Oh. Ik moet proberen die wild aan mijn... Oh, ik moet opschieten. Als ik twee wild aan mijn team kan toevoegen, hè. Alsjeblieft, ga weg. Dan kan ik dus... opnemen tegen die epicus. Oké. Hij gaat weg. Oh my god. Nog een keer. Oh nee, niet poseren. Shit, ik deed het verkeerde. Nou, die gaat niet zo 1, 2, 3. Deze ging wel heel makkelijk. Dus gaan we nog één keer doen. En als het goed is, heb ik hem dan in mijn troep. Want mijn troep is nu dood. Okay, schiet op. Oké, zingen. Hij zit nog steeds verdacht dichtbij. Dat is wel poseren. Ja, oh fuck, hè? Huh? Waarom wil je steeds dat doen waar ik niet goed in ben? Alsjeblieft, doe iets anders. Ga zingen of zo. Dansen. Oh fuck, nu lukt het opeens niet meer. Oh, dat ging zo goed. Dang it. Opnieuw. Kom op. Kijk, zingen, daar ben ik er goed in. Hier, kijk, hij schiet naar boven en ik dan niet. Ik blijf achter. Ah, kom op, dat lukt niet meer. Ah, damn. Ik heb andere dingen dus nodig. En bij deze volgens mij ook. Oké, goed, zingen. Blijven zingen. Charmeren. Oké, dat gaat goed. Dat gaat nog steeds de goede kant op. We zitten nu op gelijke levels. Oh shit, hij gaat verder. Nog een keer. Charmeren was dat, hè? Ja. Oh, darn! Het lukt me niet. Hier, kijk, maar dan kijk eens hoeveel fucking van DNA ik dan krijg. Eigenlijk zou dat een perfect einde zijn, maar... Oh, oké, waar zit mijn nest? Waar is dit? Ik moet hier serieus naar terugkomen. Dan gaan we die wild gaan we dan overnemen. En gaan we dan voor eens en voor altijd een keer afrekenen met Epicus. En gewoon laten zien dat mijn team gewoon Epicus aan kan. Wow, dat klinkt zo epic, hè? Het is een droom, maar de droom laat ik uitkomen. Voordat ik dat ga doen, even een zo groot van deze vermoorden, gewoon eentje. Dat ik tenminste wat voedsel heb. Oké, goed, deze hele nest dan wel. Oh wacht, misschien heb ik dan wel genoeg om te evolueren. Dat weet ik trouwens niet, maar ik zit wel heel dichtbij. Maar ik wil wel gewoon doorgaan, hoor, jongens. Ik wil echt eventjes... Oh, snap. Tuurlijk, ik heb geen team. Ik kan daar even healen. Of is dat gewoon mijn home? Voor mij is dat mijn home. Ah, darn.
daaraan. Oh, een andere gozer. Oké, okay, maar goed. Ja. Gewoon, ik wil naar huis. What the hell? Oh. Ik hoorde hem vandaar komen, maar ik zie hem daar. Oké, okay, we hebben nu dus 3 epicus tegengekomen. En ik ben er één, maar ik gewoon... Iemand eentje heeft gewoon een hap uit me genomen. Oh, kan ik ergens nergens... daar kan ik eten. Maar ik ben het... Oh man, ik ga echt dood hier. Nee. Why? The tragedy, the tragedy. Oké, dan geef ik hem maar gewoon het recht om op te eten. Ja, eet hem op. Vermoord me. Oh. Crap. Crap, crap, crap. Oké. Okay. Minikaart. Oh nee, weer verhuizen. Wacht, hoe? Kan ik jou dan misschien nog even in mijn troep roepen? Oh man, oké. Okay. Eventjes even kijken wat we nou precies hebben. We hebben dus... we zijn verhuisd naar een plek. En als het goed is, heel dicht bij de plek van die Wadi Wild zitten. En dat is dus geweldig. Dus jongens, we gaan daar nu op af. Het was daar dus. Hopelijk is het goed. Ik weet het echt niet meer. Hoe kwam ik die vandaar? Ik weet het niet. En ik vertrouw dat ding echt niet. Of ik loop er nu juist heel erg vandaan. Of ik ga er recht op af. Oh, laten we het tweede horen. Oh fuck. Oh nee, misschien dat we nog een andere wild vinden. Want voor mij, we hebben tot nu toe 3 epicus tegengekomen dus. En hoeveel wild? Volgens mij ook 3. Ja, ook 3. 3 schande. Ja, Momo. Lol. Oké, okay, lopen ze naar hier. En wat is dat? Wat is dat? Kom hier, kom hier. Nee, gewoon een normale. Oh man. Zo intens was dat dan net, hè. Fucking epic. Oké. Okay. Was dat... What the hell? Waar de hel komt dat vandaan? Oh, oh shit. Nee, 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 nee. Sprint, sprint. Het zit sprintknop aan. Blijf lopen, blijf lopen. De kindje, kindje. Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Oké. Okay. Hopelijk vindt hij dit niet, want we zitten wel heel dichtbij. Ja, oh, wauw. En er valt naar uit de lucht, random. Oké. Okay. We hebben het dus geclaimd, en waar zit... Oké, okay, 4e epicus. What the hell? Ik heb nog nooit volgens mij zoveel epicus in 1 let's play. Oh, fuck yes, ik zag die wild, ik zag die wild, ik zag hem, ik zag hem. Maar dit is geen goed teken, want we zitten bij die wild, dus epicus. En die ene gele epicus zit hier zo ook in de buurt. En die rode en die zit volgens mij wel een eind weg. En dan hebben we nog die paars, die rode zit dus een eind weg en die roze hebben geen ellende van gelukkig. Maar, oké, okay. Fuck, deze shit. Oh kijk, nee, daar is die toch. Oh fuck. You piece of shit. You piece of shit, you killed him! Oh, ik ben niet weg. Waarom zit ik in een nest tussen 2 fucking epicus in? Fucking dicht bij 2. 2! Oh, wacht. Oh, ik weet iets epics. Ik ga ze met elkaar laten vechten. Ik ga dat gewoon, ik ga daarvoor zorgen. Waar is die ander? Waar is die groene? Oké, waar is die groene? Nee, serieus, waar is die groene? We kunnen hier echt fucking veel items vandaan halen, dat wel. Oké. Okay. Daar is dus die gele... Waar is die groene nou? Ik wil de... Is dat... Oh, nee. Oh, ik wil weten waar die groene is. Oh, man. Waar is die groene nou weer heen? We hebben echt een paar hele nice dingetjes gevonden nu. Oh. Maar kom op, dat was zo lullig. Waarom moet hij nou net die wild killen? Ik wil ook zo graag in mijn fucking team... Nou, ik denk dat ik het toch met me opgeef. Ik weet niet wat ik nou ga doen, jongens. Misschien gewoon, ik ga kijken of ik nog iets ISO kijk. Wacht, waar is die ding dan heen? Ik ben hem kwijt. Maar goed, ik hoop dat ze niet meer terugkomen voorlopig. Ik hoop dat ze nu echt even ver weg zijn gelopen. Maar, serieus. Oh, nee. Arme wild. Arme wild. Waarom? Kom op. Ik wou hem met mijn team, maar blijkbaar mocht het niet zo wezen. Ik ga wel lekker van je eten.
Heerlijk. Maar, oh man, hoe lullig. Ik dacht, ja, daar hebben we er een hoor. Ham, heerlijk. Eventjes een epicus lekker opeten. Fantastisch. En die was ook degene waarmee ik al zo ver was. Oh, epicus. Serieus, worst creatures ever in spoor. Serieus. They're terrible. They're just pure evil. Pure terrible. Oh, ik wil gewoon vechten tussen twee epicus eigenlijk. Maar die ene is ver weglopen en die groene zit denk ik ergens hier. We gaan wel even een eindje lopen. Nou ja, sprinten. We kunnen weer een eindje sprinten als het goed is. Dus laten we dat dan ook maar meteen doen. Het ziet er wel aardig peaceful uit hier. Het is niet Oké, jongens. We hebben het overleefd, volgens mij. Het was even the wrath of the epicuses. En we hebben dat overleefd. En ik zei, weet je wat jongens. Ik vind het goed genoeg voor de wezenfase. Laten we die keer gaan afsluiten. Met eventjes nog een aantal items van zoeken. En gewoon een beetje de laatste benodigde DNA's verzamelen. Kijk naar hoeveel DNA we hebben. We kunnen echt flink wat upgraden als we dat zouden willen. Waarom doe ik niks? Dus ja. Ik weet niet hoe het bij jullie zit jongens. Maar ik ben tevreden. We hebben echt... epic veel gedaan. Vooral in de laatste episode net. Wauw. Dat was zo fucking meesterlijk. Epic gevecht tussen epicusses en dan is dat met je achtermaatjes. Ja, dat maakt een quality video. Maar goed, nog. Oh, hoeveel? 5. Wacht, is het een ander? Ja, nu zit ik in een ander ras. Ja, ik zit in een ander ras bezig. Ook niet slim. Nou ja, een klein beetje jongens, een klein beetje. Zo, maar ik ben amper meer te stoppen. Alleen de wild kunnen en de epicus kunnen we nog aan. Voor de rest van de normale rasses ben ik de oppermachtigste. Gelukkig. En zo hoort het ook te zijn. Dan gaan we naar de laatste dingen. Het laatste stukje is nu eindelijk compleet. En onze hersens poppen uit onze box. En we zijn helemaal blij, we gaan helemaal shaken, springen en doen wat we maar willen. Gefeliciteerd, je brein heeft zijn volledige omvang bereikt en het barst bijna uit zijn voegen. Maak je klaar om naar de stamfase te gaan. Dus jongens, een fantastische ronde in de wezenfase vind ik. Veel beter in principe dan de vorige. Dan de vorige wezenfase dus. Maar ik ga nog even snel kijken of ik een paar losse onderdelen kan vinden. Want als je nu kijkt naar mijn levens, 106 levens, ben ik eigenlijk... Dan kan ik in principe gewoon een wild aan met een team van mijn dingen. Ik kan gewoon makkelijk een wild aan. Dus alleen de epicussen zijn nog beter dan mij. En even snel kijken. Ja jongens, ik vind het genoeg. Oftewel, we gaan nog één keer alles fantastisch aanpassen en dan is het klaar. Dus laten we dat nu eventjes gaan doen. Bam bam. En... Yep. Zo dus. Ik was heel eventjes voor een seconde bang dat het dat niet meer doorging. Maar even kijken. Ik weet trouwens niet wat ik ga kiezen. Ga ik die kiezen of die kiezen? Want deze zien er ook wel fucking vet uit op zich. En dan zet ik dus te denken aan deze. Ja, meer deze. Want deze die zijn toch wel het... hoe heet het? Weet je wat jongens... Ik ga toch wat aanpassen hier aan doen. En ik denk trouwens zelf dat ik het ga stoppen nu eventjes. Nee, niet de episode zeg maar ik ga nu eventjes skippen tot ik klaar ben. En dan zullen jullie zien wat dus uiteindelijk mijn wezen wordt. Het gaat niet heel verschillen van dit, maar een tikje meer menselijk. Dus ik ben zo terug met het finale product van mijn wezen, de Kingoniaan. Waarmee we de ruimtefase uiteindelijk gaan betreden. Ja, dat ben jij, dat ben jij. Dus, tot zo. Aanschouw het uiteindelijke resultaat van de Kingoniaan. Dus dit is het uiteindelijk geworden. Oké, even snel een beetje veranderingen. Armen, voeten. We zien dikkere benen, dikkere armen. Horens, ander oog. Een borstplaatje. En ja, armen. Dus... ik hoop dat jullie tevreden zijn met dit ontwerp. Ik vind het echt geweldig eigenlijk, dit zo. Met twee hoofden. Met nog steeds een soort achterlijfje op de achtergrond. Gewoon omdat het niet epic uitziet. Ik weet ook niet waarom. Dus kleur heb ik even aangekozen omdat het een beetje vuur was. Met een mooi soort vuuramulet. Van voor op zijn borst. Dat leek me echt fucking sick eigenlijk.
Dus de hoofden heb ik nog gehouden. En ja. Ik hoop dat jullie er tevreden over zijn. En zo niet, deal with it. Want dit is hoe ik hem het liefst wil hebben. En ja, genoeg geleuterd. We gaan door naar de stamfase. Maar dat is voor de volgende episode. Dus bye bye. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende episode.